de Duitse en de Engelse die worden op het ogenblik vertaald. Ja. Door het vertaalinstituut van, de, van deze. Ja. Ik begrijp dat er ook veel Duitse bezoekers zijn, Eddie. 30%. 30% Duitse bezoekers. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hier zeggen ze dus 50% aangekomen is. Maar dat is minder dan 50%. Ja, maar dat is de organisatie van Tony Schrader. Want over het totaal is 23% maar aangekomen. Oh ja, zeg. En ik heb ook nog wat met de vliegerij te maken gehad. Ben jij dat, Eddie? Ja, dat ben ik. Dus eerst hij heeft in de Royal Air Force dat, ik heb dan dus in Canada opgeleid, het jachtvliegen. Dit lijkt wel een Harvard, zo te zien. Dit is een Harvard. Dit is er wel. Dit was Harvard. Heeft Martin ook opgevlogen? Ja, dit is toen ik mijn wings gehaald heb. Oh ja, ja. In North Battlefield. Dat is waarschijnlijk een T6. North American T6. Ja. Nou, dit is dus de afdeling van Ammelen over zee. Gelukt en niet gelukte. En het laatste bootje wat in 1944 nog weg is gekomen, is op zee opgepikt door een Royal Air Force. Van die motorbootjes van de Royal Air Force. Ja. Nou, en dan krijgen we hier dus Erik Hasselhoff en Tazelaar en Chris Krediet. Chris Krediet, ja. Heel goede vriend van me. Erik ook. Ik heb nu contact met een Hollands, nee, een Engelse vrouw die ook in Amsterdam gewoond heeft. En die het verhaal van Chris Krediet over zijn ervaringen. Er is een jonge Krediet in Amerika. Een zoon van hem. Ja, en dat, later als je dan van Prins Bernhard geworden. Hè? Ja, is hij ook een tijd geweest. Ja, en hij was een grote vriend van Guub Krainhoff, en daar heb ik elkaar gezien. Hij heeft zijn verhaal nu ook opgeschreven, of nee, al had hij opgeschreven. En die Engelsen die vertaald in het Engels. Ja. Deze typemachine hebben jullie pas gekregen van Karin, hè? Ja. Ja, van een de stichting Erik Hasselhoff. De stichting die opgericht is. En met zijn zonnebril. Nou ja, goed, dan hebben we wat. En wat gaat natuurlijk over de musical? Ja, dat zijn de eerste Engelandvaarders. Ja. Dat was Kees van Edenburg, Karel Michielsen en Vas Nienis. Ik heb hier van Eendenburg nog. Ja. En dit is allemaal Via Gibraltar. En dat was dus 5800 kilometer. Nou, dan moet je zien wat er allemaal komt. En dan hier heb je welkom in Engeland. Dat moet zich altijd gaan zitten. Een beetje verhoord. Oh ja. Wat is jouw naam? Ik stel hier de vraag. Waar komt u vandaan? Ja, ze moesten natuurlijk weten dat ze geen potentiële spionnen hadden. Ja, dat deze en ze wilden natuurlijk informatie hebben. Ja. En dan hebben we ook natuurlijk over de helpers, want er waren natuurlijk ook een heleboel. Je moest natuurlijk als je over land ging overal helpers hebben. Ja. Safehouses en dan had je de beroemde Paris, prachtig hè. Ja, dan gaat mijn vliegershart toch weer even, hè? En die van jou ook denk ik. Nou. Verdomme. Dat we alle drie gevlogen hebben, wat leuk, hè? Ja. Verdomme, die uit Nederland zijn overgekomen. Ik acht mij gelukkig hiermee verenigd te zien voor het ontvangen van de door mij aan u toegedachte onderscheiding. In u en in allen die voor u overkomen waren, zie ik als het ware het beeld van
zoals het tevoorschijn komt onder de onderdrukking. Vastberaden, onwrikbaar in zijn wil, nimmer te buigen voor beulen of verraders, en eveneens gezind als in vroeger eeuwen, wanneer het om onafhankelijkheid ging. En dan hebben we hier dus, we hebben het alweer over Engeland vaders, maar er zijn ongeveer nog iets meer dan 1700 Nederlandse Engelandvaders in de oorlog in Engeland aangekomen. Maar er zijn in totaal 70.000 Europeanen naar Engeland uitgewezen. Maar dat zijn heel veel Polen en Tsjechen, want die komen van Fien. Kunnen mensen hier en om iets over opschrijven hoe ze het vonden na het bezoek aan het museum? En dit is, want er komt nog een plaatje boven. Dit is wat Willem-Alexander geschreven heeft.